Patrick en Yannick, AA Gent Oostende. Belangrijke match voor AA Gent. Gent, denk ik, de laatste weken in goede doen. Ik denk dat ze daar ook eens wat gebabbeld hebben in de kleedkamer. Want op een gegeven moment was de trainer ook een beetje ter discussie. Maar de laatste twee wedstrijden, 6-6. Met goed voetbal. Torp was geprikkeld door onder andere artikels van jou, een andere analist in de krant. Heeft die opgang in de kleedkamer. Een analist die zei, Gent haalt play-off 1 niet, bam, in de kleedkamer. Ik denk dat je alles moet gebruiken, alles kan gebruiken om je spelers te motiveren. Ik zou het ook gedaan hebben. Hij komt ook van een Deense competitie. Ook wat minder media aandacht. In België zitten de mensen er al wat korter op. Ja, en Gent heeft, als je het bekijkt, wel de kern. Ze hebben alle kwaliteiten om play-off 1 te halen. En als je hun kern vergelijkt en hun middelen vergelijkt met die van Sint-Truiden, moeten ze er altijd staan. Ja, en vooral als je ziet wie er invalt afgelopen weekend. Rode Duivel, Verstraeten, De Jager, Limbombe. Als trainer heb je niet liever als twee spelers of drie spelers voor een positie. En dan heb je natuurlijk ook meer keuzes. Ook meer kans om wat irritaties te krijgen natuurlijk. Bij Oostende, dan donderslag bij Helder Hemel, toch dat vertrek van Gert Verheyen. Ik dacht dat sowieso Gert het seizoen ging uitdoen. Maar blijkbaar zijn er toch irritaties geweest. De jongens die domme rode kaarten pakken en ook domme goalen nemen. Daar staat de trainer ook machteloos tegenover, vind ik. Als trainer doe je er heel veel voor. En als de spelers niet uitvoeren of als de spelers soms in hun hoofd niet goed zitten, dan denk je van, we hebben dit allemaal gedaan voor niks. Hij stapt nu op in zijn eerste jaar als coach. Is dat een goed teken, Patrick? Nee, dat is geen goede referentie natuurlijk voor hem. Hij heeft denk ik te veel, misschien ook de schot op zich gepakt. En dan begint hij wel te vreten aan jezelf. Hè. Ik ben ook opgestapt bij Charleroi toen, mijn eerste ervaring als hoofdtrainer. En 3 jaar later heb je de beker gewonnen. Dus als de twee partijen beseffen dat het niet meer gaat, is het soms beter van te stoppen. Ja. Hugo Broos neemt nu over, samen met Frankie van der Elst. Is dat een goede move? Ik zou zelf als technisch directeur daar niet aan beginnen. Dat geeft al de indruk van, je bent achter de rug en achter de schermen bezig geweest om dan toch die positie te pakken. Ik denk dat zowel Frankie als Hugo en Gert een goede relatie hebben. En door het feit dat Gert er niet meer is, wil Frankie misschien niet overnemen. Denken dan, nee, het is mijn vriend, ik wil dat niet doen. Pronostiek voor AA Gent Oostende. 2-1. 1-0.